Wij bellen de grootste YouTubers. We scoren punten door te raden hoe ze opnemen. Hallo? Waar ze zijn. Ja, ik zit bij de Innavo-studio. En door het verboden woord uit te laten spreken. Welke YouTubers moeten wij bellen en wie wint de 1000 euro? Hey, what's up guys? En daar zitten we weer! Daar zijn we! Net onkruid! De vorige keer heb ik gewonnen, dus we dachten we gaan het nog een keer proberen. Revenge tijd! Heb je er zin in? Zeker, ik vond het zo leuk de vorige keer. We weten nog niet wie wij vandaag gaan bellen, dat gaan deze ballen dus voor ons bepalen. En ik zou zeggen, grabbel de eerste vast eruit. Nu al? Ja, dat is waar, wat gaan we anders doen? Ja, doe maar! Het wordt sowieso deze. Wie is het? Wie is het? Wie zit er in mijn bal? Oh, nou die mag wel in mijn bal zitten hoor. Het is Onnedie, oftewel Dionne. En wij mogen dus nu per YouTube gaan raden. Allereerst, hoe nemen ze op? Maar ook, waar zijn ze? Hè? Wat doen ze in hun leven? Ja, en dan hebben we nog een bonuspunt te verdienen. Want het ligt eraan, wie gaat als eerst bellen? Jij gaat als eerst bellen. Oh, wat erg. En ik mag hier dus een verboden woord opschrijven. En als het jou lukt om Dionne die uit te laten spreken, verdien jij een extra punt. Oké. Okay. Maar voordat we Dionne gaan bellen, wat is de like goal? 33.333. En als we dat halen, gaan wij op zoek naar een zusje voor Paco. Nou. Hoe denken jullie trouwens dat Rutger de telefoon opneemt? Zegt hij hoi, hi of hallo? Of heeft hij belangst en neemt hij de telefoon nooit op? De juiste antwoorden krijgen een hartje. Nou, hoe neemt Dionne de telefoon op? Ik weet het. Of ze boert. Ik dacht je eerst zo'n boergeluid hoort. Oh, of staat een scheet. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dionne laat vaak scheten. Hallo. Ik denk, hoi. Oké, maar waar is die gekke meid? Ja, ik denk dat ik het wel weet. Ik denk dat ze in de editkamer is. Oeh. In haar kelder is dat. Ik denk dat ze in de woonkamer is. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Zullen we Dionne gewoon gaan bellen? Ik geef deze aan jou, dan ga ik Dionne bellen. Daar gaat hij. Dionne. Hallo? Ja! Oh nee! Yes! Yes! Nee! Yes! Oh, heb je nu al een punt? Hey! Hoe gaat het? Ja, goed. Jeetje, ik zie eruit. Nou, oh, je ziet er fantastisch uit. Hé, hey, maar ik zie het al een beetje. Maar waar ben jij? In mijn woonkamer. Woehoe! Oh, maar ik dacht dat je in je kelder zat. Nou, wat geweldig. Ik ben aan het editen. Oh, nou, dat had Thomas wel een beetje gelijk. Die dacht in je editkelder. Oh, maar daar kom ik dus echt net uit. Oké, maar hey, één ding, hè. Als je zegt, iemand moet gelijk stil zijn, wat zeg je dan? Dan zeg je, hou je. En dan van een vogel. Ja, Dionne zegt wat. En dan van een vogel. Nee, van een vogel. Bek, stuit, snavel. Ja! Oh, hij heeft een extra punt. Ja, heel goed gedaan. Nou, Dionne, je hebt het perfect gedaan. Heel erg bedankt. Dankjewel voor je tijd. Doei. Doei, succes. Wat erg, je hebt een hele goede ronde. Je hebt al twee punten. Drie, hè. Even. Oh, je hebt drie punten. Ik heb het vergeten. Drie, ik hoor het applaus. Het stadion gaat los. We gaan door met de volgende YouTuber. En deze ballen gaan weer bepalen wie ik nu ga bellen. Nou, dan ga ik nu... Nou, dat dit is hem al. Ja. Deze gaan we doen. Dun, 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 dun. Wie zal het zijn, hè? Kriekel. Aha. We gaan Kriekel bellen. Hoe neemt Sam de telefoon op? Nou, hij is een mede-Brabander, dus misschien is iets Brabant. Ja, ik denk dat ik wel weet hoe die opneemt. Ik denk dat hij zegt, hey. Ah, nou, dat denk ik ook. Hey Thomas, denk ik echt dat hij je bij naam aanspreekt. Ik denk dat het wat vrolijker en spontaner gaat. Waar is Kriekel op dit moment? Nou, waar denk je dat hij is? In de buurt van zijn computer. Wat denk jij dan? Ja, ik denk dat hij op het gras staat. Ik weet niet waarom. Ik wilde iets specifieks doen. Op het gras? Op het gras. Oké. Okay. Ik ga terwijl ook nog even een verboden woord bedenken. Bereid je voor. Maak het niet te gênant, alsjeblieft. Ik kan niks beloven. Ik hoop dat hij opneemt. Nou, voorlopig zijn het kriekels. Nou, inderdaad. Je neemt die op, denk ik. Yo! Oh, jammer! Nee. Jammer, we hebben het alle twee fout. Alles goed? Ja hoor, met jullie. Ja, ja gaat zeker goed. Leuk om je even te spreken. Ja, zeker. Maar de vraag is even, waar ben je? Ik ben thuis. En waar sta je op? Oh, zo, dit is heel eng. Dit hebben wij niet afgesproken samen. Hè? Ik had gras. Ik zat te denken, oh, ik ga buiten wel even opnemen. Nou, dit is echt geweldig, want ik had gras geraden. Hé, hey, maar ik heb even je hulp nodig. Stel, je moet heel erg huilen. Dan geeft iemand jou een... Een knuffel. Nee, ja, om het droog te maken. Een zakdoekje. Ja, maar dat kun je ook anders noemen. Dat haal je altijd zo'n doosje. Hoe noem je dat? Weet je wel, mijn naam begint met die letter. Tissue. Yes! Hoppa! Twee punten. Ik ben je eeuwig dankbaar. Hé, hey, maar wij hebben dit niet afgesproken. Wil je dat even bevestigen?
Nee, ik had geen idee. Nou, superleuk dat je even wilde bellen. Dankjewel. Doei. Dag. Oh, het was zo simpel. Gewoon yo. Maar dat gras, dat vind ik echt bizar. Nou, echt. Ik heel snap specifiek. Het. Ja, maar ik zou er bijna 2 punten voor willen geven. Nou, doe het. Nee, dat doe ik niet. Nou, jij mag grabbelen. Oké, okay, ik zat er al naar te kijken. Het wordt deze. Ach, Gaby. Oftewel, de moeder van mij. Maar jouw moeder is ook een YouTuber. Nou, een beetje wel. Wat gaat ze zeggen? Ja, ik weet het echt niet. Dus ik heb boem boem, schudden maar, vroem vroem. Ja, toch, doe normaal. Ik denk dat ze zegt, hallo, waar is ze? Op de stoel. Oeh, in de woonkamer. Ja, op de stoel in de woonkamer. Oké, die is hetzelfde dan eigenlijk. Okay, verdienen we alle 2 een punt. Ik zou zeggen, laten we Gaby bellen. Daar gaan we. Ik hoop dat ze weet hoe het werkt. Natuurlijk. Boem boem, schudden maar, vroem vroem. Hé! Nou, wat eng dat je dat zegt. Waarom? Nou, gewoon. Ja, dat had ik geraden. Dit heb je sowieso afgesproken. Dit kan toch niet? Het is heel toevallig. Gaby zegt altijd hallo. Nee, Arman. Nee, hoor. Nee. Ik zeg altijd weer wat anders. En dit vond ik vandaag leuk om te zeggen. Maar mam, waar ben je? Aan de eethoek. Oeh, maar ze zit wel op een stoel. Ja. Op het stoel? Ja, ik vind dat ik het toch goed heb. Oké, okay, Thomas heeft een punt. Ja, ik heb een punt. Hé, hey, mam. Een ander woord voor doei, maar dan een beetje bekakt. Dag. Nee, ja, maar dan echt niet een heel ander woord. Nee. En stoppen! De tijd is om! Ik bedoelde toedels. Het antwoord was toedels. Toedels. Is dat bekakt? Oh ja, ik weet het ook niet, joh. Ja. Wie zegt dat? Ja, Richard zegt dat altijd. Mam, heel erg bedankt. Dankjewel, Gaby. Nou, allemaal succes, hè? Bedankt. Dag. Dag. Doei. Nou, ongelooflijk, hè? Ik heb zo'n leuke schoonmoeder. En ik heb een heel goed antwoord. 1 punt. Ja, ik ben het er niet mee eens. Je hebt het gewoon afgesproken. Allebei 1 punt. Jij had het afgesproken. Het is ongelooflijk. Het staat 4-3, maar aan jou de schone taak om een bal te pakken. Ja, ik denk echt dat jij hebt vals gespeeld. Maar goed, we gaan voor deze. Oeh, wie zit erin? Heel leuk, Vera Camilla. Ik heb er helemaal zin in om haar te bellen. Daar heb ik nou echt zin in, verdorie! Ik ben zo erg enthousiast. Ik weet al helemaal... Nee, ik weet echt niet wat ze zegt. Ik weet al hoe ze opneemt. Ik denk dat ze hallo zoiets zegt. Ik denk dat ze zegt hi. Oh, dat kan ook. Ja, dat denk ik. Dori. Maar waar is Vera? Oeh. Nou, ik denk dat ze gewoon op de bank zit. Oh, ja, dat dacht ik ook. Op de bank in de woonkamer. Wat langere tekst. Nee, ik speel dat spel eerlijk. Ja, ik ook. Specifiek. Ik ben zenuwachtig. Ik ook. Dori, wat is dat heel de tijd? Hoi. Oh. Zo jammer. Ik dacht echt dat je zou zeggen, hi. Nee. Ik dacht, hallo. Sorry. Hallo. Ja, ik ben of hoi of hallo. Nou, ik ben echt teleurgesteld. Het was echt mijn moment om Rutger in te halen. Maar ja, we zien al waar je bent. Dat hebben we ook wel. Voor mij zit je in de auto. Ja, klopt. Ja, en ik had op de bank in de woonkamer. Ik ook in de woonkamer. Dus ik denk het te makkelijk. We moeten wat meer ons best doen. Oh, wacht, stop. Stop, let op. Oké, je hebt een game. Dan kan je rondrijden met een autootje. En je kan allemaal dingen doen die je in het echte leven echt niet mag doen. Hoe heet dat, die game? Okay. Het heeft 3 letters en er zit een cijfer achter. Je hebt 1, 2, 3, 4, 5 en daarna komt... 6. Ja, en daarvoor staan 3 letters. Dit is een hele bekende game met een soort collage als koffer. Je vreet het wel. Oh nee, de tijd is op. GTA, Vera. GTA. GTA? Denk je dat ik dat weet? Ja, maar als ik het zelfs weet. Maar GTA is toch met dat je allemaal mensen moet overvallen en zo? Ja, ja heel leuk. Heel dat zei ik. Alles doen wat je niet mag doen. Ja, maar we vonden het wel leuk om je weer even te zien. Oh, heel erg sorry. Nou, heel veel succes. Ik hoop dat je wint. Ja, oh, dankjewel. En ik dan? Dat is echt lief. Jij niet. Nee, yes! Zo. Oké, okay, bedankt voor je naam. Nou, dankjewel en tot snel. Doei. Dag. Oh, jeetje. Het was maar heel bang. Dit was echt het perfecte woord dat ze dit niet wist. Yes, verdorie. Maar ik had het wel goed uitgelegd. Ik zou zeggen, grabbel de volgende bal. Oké. Okay. Hou, stop. Hou dit eventjes vast. Want voordat je gaat grabbelen zou ik zeggen, check hier beneden even of je al op die abonneerbutton hebt gedrukt. En hoeveel seconden krijgen ze om het te doen als ze het nog niet hebben gedaan? 3, want ik wil grabbelen. Oh, dan moet je het nu al gedaan hebben. Ik hoop dat het gelukt is. Grabbel een bal. Yes, oké. Okay. We hebben... Nou, een droom. Wie? Beauty West, oftewel Joy. Dat vind ik echt leuk. Daar heb ik naar zin in. Ja, nou, we gaan Joy bellen. Maar hoe neemt Joy op? Oeh. Ik denk dat ze zegt hallo. Oh, ik denk dus hi. Nou, ik ben benieuwd. Maar waar is Joy? In Orlando, Curaçao, Nederland.
Ik denk dat ze in de kamer is waar ze ook de make-up spiegel heeft staan. Maar in ieder geval dat er zo'n kaptafel staat. Ik ga nog een keer zoals ik het bij Griekel heb gedaan. Ik ga voor iets specifieks. Ze staat op de stoep. Oké. Hallo! Oh, wat zei ze nou? Ik heb het niet goed gehoord. Wat zei je? Weet ik niet, dat zei ik. Oh, ja. Ik denk dat je volgens mij hoort. Hoi, hallo. Zei ze denk ik. Nee. Hoi. Nee. Hoi, was het. Nee, ja, ik het heb was, hi. Nee, het was hallo. Nee. Oké, Joy, wie geef je dit punt? Niemand. Rutger of Thomas? Ja, nou ja, mijn kennende zei ik wel hoi. Ja, dus no. Niemand heeft het goed. Ja, sorry, ja, niemand ik heeft het goed. Zijn, toch? Ja, zeker, dat is heel goed. Maar Joy, waar ja. ben je nu? In mijn badkamer. Staat daar jouw make-up spiegel ook? Die je altijd gebruikt om te make-uppen? Nee. Oh, alle twee fout. Ik dacht dat je op de stoep stond. Ja, ik wilde gewoon iets specifieks een keer. Hey. Als je wel eens je haren aan het doen bent en dan blijft ineens je kam hangen. Oh, oei, ik heb een... Een klit? Nou, zo makkelijk was het. Bedankt, ik heb een punt. Nou, ik dacht dat het moeilijk zou zijn. Je snapt niks van dit gesprek, maar je hebt het heel goed gedaan. Dit is echt het meest random gesprek ooit. Met Joy, ik vind het wel echt heel leuk dat ik je weer even zie. We gaan snel weer afspreken, leuk, toch? Gezellig. Doei! Dankjewel voor je tijd. Doei. Ik ga weer grabbelen en we gaan voor deze. Maxime en Sophie. Ik denk dat ze gewoon tegelijk zeggen hoi. En ik denk hallo. Ja, nou, we gaan het zo zien. We gaan het zien. Waar zijn ze? Ik denk dat ze op kantoor zijn. Ik denk de woonkamer. Nou, we gaan het zo zien. We staan nog steeds 5-3. Ik moet echt even een inhaalslag maken. Jij Doe mag je voor best. Mij een bonuswoord maken. Oh, ja, dat is ook nog. Daar gaan we. Ik ga ze bellen. Ik hoop dat ze samen opnemen. Zeg iets. Hallo? Ja! Jammer, wij dachten dat jullie hoi gingen zeggen. Ik moest even lachen hoor, sorry. Maxime zegt, wie belt mij? En zijn deur. Oh nee, ze hadden mijn nummer nog niet. Maar wacht, wat zeiden ze nou? Hallo, hoorde ik als allereerst. Oh, ja, ik zei, dus ik heb geen punt. Maar even een gelijke vraag, waar zijn jullie? Wij zijn bij Sander thuis. Maar in welke ruimte? In zijn slaapkamer. Oh, we storen. Oh, we bellen echt op het verkeerde moment volgens mij. Ik dacht dat jullie op kantoor waren, dus we hebben beide geen punt helaas. Maar jullie zijn in de slaapkamer. Ja. Daar staat iets waarom jullie op slapen. Dat heet? Een bed. Ja, en daar zitten allemaal lakens dus over om me heen, over waar je onder slaapt. En hoe noem je dat in totaal? Dekbed overtrek. Meer, je hebt meer fout. Jongens, kom op. Een paar seconden. Wat? Beddengoed. Shit. Wow. Nou, gaan jullie lekker verder waar jullie mee bezig waren op de slaapkamer. Nou. En dan zien we jullie snel weer. Okay. Doei. Dag. Ik weet niet, maar we staan gewoon 6-3. Voor jij mij. Staat vooral voor. Voor mij. Met vals spelen. Nou, helemaal niet. Nou, Rut, jij mag gaan grabbelen. Yes. Nou ja, nee, ik ga het een keer goed doen. Oeh. Ik ga er zachter van praten. Ik weet niet of dat een hint is. Oeh, oké. Wie zit erin? Het is... Wat? Is het echt? Wat? Gaan we echt Good Life bellen? Nou, blijkbaar. Oh my god. Leuk. Wat zegt Ruben Koets? Ja, lekker hoor, zegt hij natuurlijk altijd. Maar zo neemt hij niet de telefoon op. Ik denk dat hij hallo zegt. Ik denk dat hij yo zegt. Maar waar is hij? Ja, dat is makkelijk. Ik weet niet waarom die T zo geschreven is, maar ik denk dat hij in de tuin is. Ik denk dat hij in een pretpark is. Oh ja, tuurlijk. Tuurlijk. In de achtbaan. Ja. Ik zou zeggen, laten we Ruben Koets gaan bellen. Een droom. Jouw droom komt uit. Oh, we hebben het fout. Ik dacht dat je yo zou zeggen. Ik dacht dat je hallo zou zeggen. Ah, sorry, nee. Maar Ruben, waar ben jij? Ik zit in de auto. Ik ben in België. Jammer. Ah. Ik dacht dat je in de tuin zou zitten. Ik dacht een pretpark, maar ben je onderweg naar een pretpark? Nee, de winkel. Oh, dat piepen we eruit. Hij gaat alleen kijken wat er is. Hij gaat niks kopen. Maar Ruben, als je heel hard gaat in de achtbaan, wat roepen we dan altijd? Lekker! Yes! Ja. Dat moest ik je laten zeggen. Het is gelukt. Ja. We vonden het heel leuk om je even te zien. Hoi, ja. Ik ben er trouwens ook. Hallo. Ja, was hier ook wel even leuk te zien, ja. En nou, rij voorzichtig nog eventjes. Ja, zeker. Doei. Oké. Okay. Dag. Doei. Hallo. Dankjewel. Doei. Nou, het is goed dat we niet zijn locatie hebben. In de
auto. Ja. Nee, echt? Hij was onderweg naar huis. Ja, hij heeft geen ijsjes gehaald in België. Oh, ik zag dat niet. Die zijn al gesmolten in je thuis bent. Ik zag vooral dat jij helemaal aan het fangirlen was. Ja, dat was wel leuk. En door Ruben heb ik een punt verdiend. Ja, echt jammer. Door lekker hoor. Maar de challenge is nog niet afgelopen. We hebben nog een paar mensen om te bellen. En alles kan dus nog veranderen. Ik ga voor deze. Oké. Er zijn niet veel mensen meer over, maar wie zit erin? Beauty Gloss! Hey, Masha! Ja, dat vind ik leuk. We gaan Masha bellen. Ik heb hi/hi. Hi of hi. Ik dacht hi. Oh! Nou, dat vind ik wel hetzelfde. Hey. Ik verdien ook wel wat punten, hè, ja, in afval spelen. Maar waar is Masha? Ik denk dat ze in de slaapkamer zit. Ik in het groentropische behangkamer. En wat is die vlek op jouw bordje? Ja, ik dacht eerst iets anders, maar ik ga toch voor dit. Hey! Oh, hey. Oh, Rutger had ook hi. Maar ik zie iets anders. Wat? Ik zie iets anders. Waar ben je, Masha? Ik ben in mijn beautykamer / kantoor. Is de groen tropische behangkamer, kun je dat goed? Dat klopt. Yes! Ik dacht dat je in de slaapkamer was. Nee, niet slaapkamer. Oh nee, Rutger doet het zo goed vandaag. Dit is echt niet eerlijk. Oké, ik heb je hulp nodig. We hebben niet lang de tijd. Je hebt die snoepjes. Het zijn chocolaatjes. Ze zijn heel klein en je kunt er heel veel eten. Ik denk dat Mila het ook wel eens eet. Er staat vaak een M op, maar dan de andere versie daarvan. Marfies. Ja! Yes! Yes! Ik vind gewoon dat ik 2 punten hiervoor krijg. Nou, vooruit. Voor teamwork. High five. Yes, ik wist het zo. Oh, 2 punten. Yes, dankjewel, Masha. Je hebt het nodig. Ik heb het nodig, want ik loop dik achter. Nou, dankjewel en tot snel. Doei. Verdorie. Nou, ik had die kamer wel goed. Maar ze raden Smarties zo snel. Ja. Dat is echt bizar. Ik kan dit dus toch nog wel. Je kan het wel. Dus hou dit vast, dan haal je me misschien zo in. Misschien kunnen we dan toch nog ooit een deel 3 maken. Jij mag grabbelen. Dat dacht ik. Dit wordt hem. Oh. Wie? Britt Dekker. Dat vind ik leuk. Gezellig. Ja, we gaan Britt bellen. Oh, dat vind ik ook wel spannend om Britt te bellen. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Ik heb Britt nog nooit gebeld. Wat zegt Britt? Ja, ik denk dus dat ze gewoon lekker lomp zo hallo zegt. Ik denk hoi, want ze is bij haar paard. Ik denk op haar paard. Erop. Erop, echt er bovenop. Laten we gewoon gaan bellen, denk ik maar. Ik ben heel benieuwd. Oh, maar ik mag een woord voor jou bedenken nu. Vrees het ergste. Oeh, ik moet iets heel moeilijks maken. Hallo. Hoi. Oh, yes. Yes, 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 yes. Yes, ik heb het goed. Hey Britt, alles goed? Ja, ik zit bij de navelstudio. Ik dacht bij je paard. Nou, laat je mooie nagels even zien. Wat heb je gekozen? Nou, jongens, ik ben met trouwnagels ga ik doen. Dus ik zit nog te wachten. Oh. Trouwnagels? Een beetje dit. Oh, heel mooi. Dat wil ik ook. Maar wanneer ga je trouwen dan? Overmorgen. Nee. Gefeliciteerd. Oh, oh, maar wacht, wacht. Eén ding, één ding. Één ding. Waar heb je zin in? Waar heb je trek in? Brief, ik ben aan het afvallen voor die trouwjurk. Ja, maar op een broodje, hoe noem je dat? Een broodje kroket? Nee. Nee. Wat je bij de M haalt? Een horrok. Nee, bij de M, bij de gele M. Een mekroket? Nee, gewoon die bekendste uit Amerika. Die grote. Stop de tijd. Ah, jammer. Macworth. Nee, de Big Mac. Oh. Sorry, dit moest ik je laten zeggen, maar dat is niet gelukt. Maar dat geeft helemaal niks. Dankjewel, Britt. Heel erg bedankt. Heel veel plezier op je huwelijk. Ja, dankjewel. Geniet een fijne dag. Ach, ze was helemaal zenuwachtig voor de nagels en dan bellen wij. Maar we hebben alle 2 geen punten gescoord. Ja, jij wel. Oh, jawel. Hallo. Ik heb een hallo punt gescoord. Ja, dat maakt de stand 8-6. We gaan nu naar de finale. Ik sta dus nog achter, maar in de finale tellen de punten dubbel. Ik ga voor deze. Mr. Beast! Jongens, productie, dit is een grap, toch? Gaat hij echt opnemen? Hebben jullie dit geregeld? Mr. Beast. Oké, we doen nu geen bonuspunt, dus deze gaat weg. Oké. Hoe neemt Mr. Beast de telefoon op? Ja, ik denk dat hij zegt, hey! Ik denk, howdy, als een echte cowboy. Waar is die? Ik denk dat hij in de woestijn zit. In een studio. Hey, what's up guys, it's Mr. Beast here. Oh! Oh, yes! Oh. Ik zei hey! Hello Jimmy, this is the Netherlands calling. It was a great show tonight. But we would like to ask you, where are you currently? I'm in the supermarket right now to buy some bananas. In the supermarket to buy some bananas? Klinkt een beetje. Het is een computer. Oh. We hebben alle 2 geen punten gescoord. Ja, toch hey? Oh, wacht, ik heb hey! Het is gelijkspel! Hey! Dat betekent dat we een deel 3 moeten maken.